Oh, we staan er even. Camper even aan de kant van de weg. Nee, aan de kant van de weg. Netjes op de parkeerplaats even gezet. Tussen Barcelona en Tarragona. Om even een bakje koffie. Met een lekker croissantje met brie. Heerlijk. Ja, smaakt het? Ja, prima. Heerlijk. Dus we eten en drinken dit even lekker op. En dan gaan we onze reis voortzetten richting Tarragona. Ja, Cambrai. Cambrai. Oh, Cambrils. Of hoe heet dat? Cambrils, ja. Cambrils, ja. Tenminste, zo spreken wij het uit. Ja, net. Vlak bij Salo. Ja, bij Salo. Oké, dat is wel bekend voor de Nederlanders. Salo. Rijden we dus midden in Spanje en wat komen wij tegen? Een Nederlandse camper. Ja, uit de flauwe power tijd. Uit de flauwe power tijd. Geweldig. geweldig. En daar komen wij, bij camping Johan. In Cambrils. In Cambrils. Oh, hier is de receptie. Ja. Ja. Welkom mensen bij deze nieuwe vlog. Vlog nummer 3 uit deze serie van overwinteren in Spanje-Portugal. Heel veel plezier met het kijken en speciaal welkom voor onze nieuwe abonnees. Blijf kijken, blijf ons volgen, want er volgen nog een heleboel hele mooie vlogs. Veel kijkplezier. Cambrils. Waar was ik gisteren vergeten de fietsen aan de lader te zetten? Wat heb ik nu maar even gedaan? Kijk, zo heb ik hier een stopcontact. Daar achterin, helemaal achterin, zit een stopcontact, die heb ik erin gemaakt. Juist om deze laders vanuit de bergruimte de fietsen te kunnen laden. En dat werkt perfect. Een mooie fietstocht hebben we gemaakt van Cambrils deze kant op. En dat is Salou. Salou, wel bekend in Nederland als de feeststad in de zomer. 24 uur per dag schijnt hier feest te zijn. Hartstikke mooie locatie voor de jeugd. Prachtig. Maar wij hebben er niks mee. Voor ons is dit, net als elke andere badplaats in Spanje dan ook. Wat wel mooi is, de zee en het weer. Gaat denk ik vandaag weer zo'n graad of 17 worden hier in de zon, 18. Misschien nog een graadje erbij. Hier aan die kant is de haven van Salou. De jachthaven. Kijk eens wat een mooie boot hier. En wat een mooie haven. Kijk, daar zitten we even op een bankje. Althans, Judith zit daar en ik ga er zo bij zitten. Even lekker genieten van de zon. Bij de jachthaven op de hoek staat een standbeeld. Het is niet zo'n heel bijzonder standbeeld op zo'n betonnen sokkel. Maar dit betekent, dat is eigenlijk het standbeeld van de vissers van Salou. Maandagochtend aan het strand in Salou. Er zijn beroerdere plekken om op maandagochtend een bakje koffie te drinken, hoor. Dit is geen straf. Die houden we lekker? Ja, dit houden we wel een paar weken voor. Ja, maar niet alleen maar koffie drinken, toch? Kijk, dit zijn de camperplaatsen. Camping Johan. Hierachter, even kijken daar, zie je dus de zee.
En daar de eerste camper rechts, onderaan, dat is onze camper. In ieder geval, dit hele gebiedje hier, zijn allemaal camperplaatsen. Zomers onder de bomen, onder het groen, lekker in de schaduw. En nu in de winter is alles gesnoeid. De bladeren zijn van de bomen af. Dus lekker veel zon op elke plek. Kijk, dit is de plattegrond van de camping. Net stond ik hier te filmen. En toen zagen we dit in beeld. Dit zijn dus de camperplaatsen. Die laat ik je nu even zien hoe die eruit zien. Als je van bovenaf naar beneden loopt, dan kom je hier dus bij de camperplaatsen. Er zijn dus 1, 2, 3, 4 rijen. Er zijn ruime plaatsen en er zijn kleine plaatsen. Oké, dit is een wat kleinere plaats. En hier staan wij. Wij hebben toch wel een ruime plaats. Kijk, Judith zit daar nog een boekje te lezen. Hallo. Dit is een hele ruime plaats. Kijk, daar is het toiletgebouw. Op dit moment wordt die verbouwd, dus deze is dicht. Zo'nzelfde toiletgebouw staat ook een eentje verder. Hier is de afvalinname. Hier zijn ook nog allemaal camperplaatsen. Maar die zijn dus in de winter, zijn die dus ja, eigenlijk dicht. Mensen gebruiken het om de was op te hangen. Er zijn er langkampeerders hier voor het overwinteren. Dus die nemen gewoon 3-4 plekken in beslag en hangen ze de was op. Dus dat kan ook allemaal. Speeltuintje. Maar kinderen zijn hier dus niet in de winter. Maar in de zomer is het een prachtige manier van kindervermaak. Als je dit stukje dan doorloopt. Dus aan het eind van dit pad linksaf. Hier dus linksaf. En dan kom je hier bij een hek. Daar heb je een pasje voor nodig om er in en uit te kunnen. En dan kom je hier dus bij het strand. En hier nog een toiletgebouw aan de rechterkant. Keurig netjes verzorgd dat toiletgebouw. Kijk, hier kom je bij de camper serviceplek. Afvalwater lozen. Nieuw water innemen. En hierachter. Ook altijd handig voor een camper die wat langer onderweg is. Een gelegenheid om je was te doen. Kijk, wasmachines. Drogers. Alles picobello voor elkaar. Daarboven is nog het restaurant. Maar dat is nu gesloten. Dat zal van zomer wel weer open gaan. Deze camping beschikt over hele goede wifi. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 25 januari. Wij gaan vandaag fietsen. We gaan naar de stad Cambrils. We gaan proberen dus iets op te vangen van het oude centrum. Dus wij stappen op de fiets. Wij gaan naar het oude centrum. En gaan jullie met ons mee? Volg ons dan. Thank you.
Wij zijn op de fiets langs de kust aan het fietsen over de boulevard of langs de boulevard. We hebben hier een weidje of een parkje helemaal vol met parkieten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien op de film. Kijk eens wat mooi. Zoveel. Allemaal groen. Mooi hè. Het vliegt hier zomaar in het wild rond. Ik vind dat ze het hier heel goed voor elkaar hebben voor de fietsers. Nee, maar sowieso goede fietspaden. Inderdaad, geen palen in de weg. Mooi afgescheiden van het voetpad. Ja, mooi zwembad. Een hotel of appartementencomplex. Hé, hey, we hadden het over geen paaltjes in een fietspad, maar hier staan ze toch. Wij hebben het oude centrum gevonden en, wat vriendelijk en aardig, ze hebben onze stoeltjes al klaargezet. Dus wij kunnen er dadelijk even rustig bij gaan zitten. Mensen, dit is de Santa Maria kerk. Het is een hele mooie kerk. Pas opgeknapt zo te zien. De gevels die zien er mooi schoon uit. In Nederland mag dat niet. Kerken helemaal weer schoonmaken zoals ze ooit gebouwd zijn. Monumentenzorg wil dat niet hebben. Dus aantasting van het gebouw. En hier denken ze daar blijkbaar iets anders over. Ik vind het wel mooi. Hey, wat een prachtig beetje. Wat? Een bordje. Ja. Dat hebben we eens op tv gezien. Weet je wel wie de hoogste... Moet je even inzoomen daar, dan kun je het vragen. En wat is dat dan? Mensen stapelen. Oh, kijk eens. En ik vermoed dat hun dus kampioen zijn geworden. In 1993? Ja. 94 dan nog een keer. Ja. Maar er staat er ook bij hoe hoog dan? Ja, waarschijnlijk in Spaans. In Spaans. Maar wel leuk. Ja, grappig. Ik wist niet dat ze dat hier deden. Santa Maria de Cambrils. Ik weet niet of de kerk open is. Nee, de kerk is dicht. Hier naar. Dit zijn nog geen grote stenen, dit is nog nep. Hè? Het is allemaal nep, ja. Het is gewoon allemaal aangesmeerd. En hebben ze de stukken ertussen, hebben ze dus gewoon glad gemaakt, zodat dit een steen lijkt, maar dat is het niet. Vroeger werd je al genept dus. Cambrils staat onbekend om de smalle straatjes en de hoge gebouwen. Zo, prachtig mooi. Goedemorgen. Dat was een vrolijke Spanjaard. En hier rechts heb je allemaal kleine straatjes. Ja, maar het zijn allemaal kleine straatjes. Er staat er tussen. Ja, prima. Kijk. Oh, die zijn weer wat groter. Groter? Ja, die auto waren veel smaller. Je kunt zo rondfietsen hier, hè? Waar ruikt het hier naar? Kijk, het is zo smal. Ik kan net de auto door. Schitterend. Kijk mensen, terrassen. En de Spaanse terrassen
Die zitten 's morgens al redelijk vol. Allemaal mensen, een kopje koffie drinken. En dat in tegenstelling tot wat er in Nederland allemaal kan. En daar kan dus blijkbaar helemaal niks. Kijk, hier weer zo'n mooi smal straatje. Komt uit op een pleintje. En ook daar zitten weer terrassen, er zitten alweer mensen. Wat fijn zou dat zijn dat het in Nederland ook allemaal weer mogelijk is. Wat een tegenstelling tot alle gebouwen die dus aan de boulevard staan, die moderne vakantieverblijven. Dan is dit toch 10 keer zo mooi. Mooie, prachtige kleine winkeltjes. Ik hou er wel van. Oh, ze rijden nog redelijk hard hier door de straatjes ook. Hier zijn we in de vissershaven van Cambrils. Ja, bro. En Cambrils is zo'n oorsprong. Een vissersdorp. Nu nog, elke dag, een soort van visafslag. En de restaurants hier in... In dit toeristische gebied worden dagelijks voorzien van verse vis die hier aan land komt. Dit is wel grappig om te zien, hier liggen de netten te drogen. Er zijn er mensen bezig die netten te herstellen. Kijk, daar is een mevrouw heel erg actief. En dus vakkundig repareren van de netten. Deze netten doen namelijk elke dag nog dienst voor de verse vis. Wat een mooi ambacht. Aan de boulevard en in de haven, of tegenover de haven, heb je deze toren, Toro del Puerto. Van oorsprong is deze is eigenlijk gebouwd ter bescherming van de visserij, het visserijdorp. Het blijkt dat op bijna elke foto of film die van deze stad gemaakt wordt, dat deze toren in voorkomt. De winkelstraten van Cambrils, aan de boulevard, of net achter de boulevard. Natuurlijk zomers een heel druk bezocht gebied dit. Winkels zijn allemaal open hier. Dus dat is wel handig en fijn. En kijk, hebben we hier weer een kerk. Maar dit is een moderne kerk. Een nieuwere. Hij is wel heel mooi. Ook weer goed onderhouden, ziet er schoon uit. Kijk, restaurantjes ook geen gebrek hier. Wat heb ik al gedaan? In de winkelstraten van Cambrils doe ik nog een hele rare ontdekking. Ik zie in één keer waar de Omicron vandaan komt. Kijk, hier heb je de boosdoener. Goedemorgen, woensdag. En als ik het wel heb, is het vandaag 26 januari. Ja. Mensen, Cambrils laten we achter ons. Letterlijk. Wij gaan vertrekken, we zijn al vertrokken. Wij gaan verder richting het zuiden. Daarmee wil ik aangeven dat deze vlog ten einde is. Vond je deze vlog leuk? Duimpje omhoog.
notificatiebelletje even aanzetten en wat wij nog veel leuker vinden, even abonneren aanklikken. Neem een gratis abonnement op ons YouTube kanaal, want dan blijf je bij met alle en over alle avonturen die wij beleven. Mensen, ik wens je een prettige dag verder en tot de volgende vlog.